Een interruptie van mevrouw Faber. Ja, dank u voorzitter. Maar wat heeft die klachtenprocedure veranderd aan CETA? Wat is er in het verdrag veranderd? Aan de tekst van het verdrag kun je niet veranderen, dat weet iedereen. Een verdrag eenmaal vastgesteld door de regeringen kan alleen maar door de parlementen, net als wij in de Eerste Kamer gewend zijn, alleen ja of nee kun je zeggen. Wat er wel doet, die klachtenmechanisme, is dat er in de handelspolitiek van de EU iets fundamenteels is veranderd, een veel scherper klachtenmechanisme. En dat betekent dat de klachtenprocedure aan de Europese kant niet alleen voor CETA geldt, wat we hebben binnengehaald, maar voor alle EU-handelsverdragen. Dat vind ik nogal een behoorlijke vooruitgang en daar ben ik ook eigenlijk wel trots op. Mevrouw Faber. Ja, dank u voorzitter. Ja, maar we hebben het vandaag alleen over CETA. De rest die parkeren we gewoon even. Maar in feite is het gewoon een fopspeen, want er is totaal niets veranderd aan het handelsakkoord. Wat wel is veranderd, is gewoon het stemgedrag wat ik verwacht van de PvdA. Dat is het enige wat veranderd is. Nee, er is een klachtenmechanisme gekomen dat en voor CETA geldt, direct al, en voor alle EU-handelsverdragen die ook bestaan. Dus ik vind dat nogal wat. Dat is geen kleinigheid, dat is een grote winst die we hebben binnengehaald. Tot slot. Ja, voorzitter, de PVV-fractie vindt dat gewoon een fopspeen. Maar ik wil nog eventjes teruggaan over het klimaat. Want als u mij toe wil staan, die wilde ik net ook al stellen, die vraag. U heeft het over duurzaamheid, over klimaat en CO2 en dat soort zaken. Maar wat is de duurzaam? Dan kan je toch beter gewoon in je regio gaan produceren. Wat zegt u? Dan kan je beter in je regio gaan produceren. Want wat is er duurzaam aan om die speklappen 6000 kilometer verderop te gaan halen? Dat is toch totaal niet duurzaam? Dan kan je toch gewoon beter in de Gelderse Verlijf in Brabant die speklappen opfokken? Laat ik niet op de casuïstiek van de speklepper ingaan. Maar wat er duurzaam is aan het CETA-verdrag is dat er nu juist die duurzaamheidshoofdstukken zijn opgenomen waarin staat dat je je aan het verdrag van Parijs moet houden. Waarin staat dat je je moet houden aan de fundamentele protocollen van de Internationale Arbeidsorganisatie. Dat betekent nogal wat. En hopelijk is het ook een voorbeeld voor toekomstige handelsverdragen. Dat die duurzaamheidshoofdstukken daarin staan, mogelijk nog weer verder aangescherpt. Het is stap voor stap vooruit. En die strijd, denk ik, moeten we met z'n allen voeren. Ik denk dat... Tot slot? Nee, het was al tot slot. Ja, maar ik had twee verschillende soorten vragen. Ik bleef net even zitten. Ja, ik ben niet zo vaak aan de interruptiemicrofoon gekomen. Dus misschien een beetje coulance van uw zijde. Nou, vooruit dan. Nou, dank u wel, voorzitter, voor uw coulance. Ja, kijk, wat er hier wordt gezegd door meneer Kolen, dat is papier. Maar de werkelijkheid gaat het dus wel gebeuren. Want hier onze varkensboeren die gaan uitgekocht worden. Dan gaan we vervolgens, want over 5 jaar mag Canada, ik weet niet hoeveel ton aan varkensvlees gaan exporteren. Dat is toch niet bepaald duurzaam? Want ze moeten allemaal die Atlantische Oceaan over met die speklappen en die carbonade. Dat kunt u toch niet met droge ogen zeggen dat het goed is voor het klimaat? Ja, kijk, ik heb niks met het klimaat. Van mij mogen die speklappen gewoon hier geproduceerd worden. Maar uw partij heeft dat wel. Ja, we hebben zeker wel met de duurzaamheid te beschermen van het klimaat. En vandaar dat ik al zeg, ik herhaal mezelf, dat we vinden dat die duurzaamheidshoofdstukken met die juridisch bindende bepalingen daarin heel erg belangrijk zijn. En we zijn blij dat die erin staan.